Significantie. Ik was wel gehoord eens een keer op reclame: waspoeder X was significant beter dan waspoeder Y. Maar natuurkunde heeft geen reclame nodig. Maar significantie is wel aanwezig bij de natuurkunde. Let maar op. Stel je voor, ik heb twee tijdstippen. Een halve seconde en daar staat 0,5 seconden. En dat betekent dat het één cijfer significant is. Eén cijfer, want er is maar één cijfer die het ertoe doet en dat is de 5. De 0 die voor staat, dat maakt niks uit, want stel je voor, hè, je hebt een getal 0,00005 of je hebt 0,5. Nou, die twee zijn precies gelijk. Ja, oftewel, de nullen vooraf doen niet mee. Als de tijd 5,2 seconden is, dan zijn het twee getallen die meedoen. Het is dan twee cijfers significant. En je ziet ook meteen, althans, ik hoop het, dat het aantal cijfers achter de komma niet het aantal significante cijfers is. Nee, het totaal aantal cijfers wat meedoet. Even een korte oefening. Ja, ga voor jezelf even na van hoeveel cijfers significant deze 5 waarden zijn. Natuurlijk, eerst eventjes op pauze drukken. Oké, nou, 136 gram. Duidelijk, zijn drie cijfers significant. De massa, nou, geen drie, maar vier cijfers. He, nogmaals, achter komma is niet dezelfde als significantie. 0,29 meter, de 0 doet niet mee, dus twee cijfers significant. He, en al die nullen bij die andere lengte maakt ook niets uit. Ja, het blijven drie cijfers significant. Echter, 20,0 graden Celsius, de nullen achteraan, die doen wel mee. Dus dat is dan drie cijfers significant. We gaan eventjes verder wat we mee kunnen doen. Stel je voor, ik begin op 12,5 meter, mijn beginplaats. Je ziet, de aantal significante cijfers daarvan is precies 3. En na 5 seconden zit ik op 15,75 meter. Oftewel 4 cijfers significant. Vraag eens eventjes van, hey, hoeveel meter heb ik afgelegd in die 5 seconden? Oftewel, je moet eventjes die 2 van elkaar aftrekken. En dan krijg je dus 15,75 min 12,5. Even intypen op je rekenmachine en je komt op 3,25. Echter, je had 3 cijfers significant en 4 cijfers significant. Wat moet ik nou nemen? Ja, de regel is, als je optelt of van elkaar aftrekt, dan kijk je naar het aantal cijfers achter de komma. Kijk, 12,5 meter is één cijfer achter de komma. 15,75 meter heeft twee cijfers achter de komma. En je pakt dan het laagste aantal, dus één cijfer achter de komma, pak je. Oftewel, de rekenmachine geeft 3,25, maar de uitkomst is 3,3 meter. En dan zeg je van 3,3 meter, maar 3,25 meter is toch veel nauwkeuriger dan 3,3 meter? Daar heb je gelijk in. Dit is inderdaad nauwkeuriger, maar je bent begonnen met een nauwkeurigheid van één cijfer achter komma. En dan kun je niet door een kunstgreep, ja, een berekening, plotseling twee cijfers achter komma hebben. Ja, dat is niet eerlijk. Je moet de nauwkeurigheid wel in ere houden. Dus 3,3 meter. Een korte oefening. Wat komt hieruit? Nou, dat zou je bijna zonder rekenmachine kunnen doen natuurlijk. Als je dit bekijkt, is het 121,0 meter. Qua significantie ook goed gerekend, want je had één cijfer achter komma. Het eindantwoord ook één cijfer achter komma. Wat wel opvalt is dat ik begon met drie cijfers significant. Hier ook drie cijfers significant. En mijn eindantwoord is 4 cijfers significant. Dus ik win 1 significant cijfer. En dat kan met plus of min. Het kan ook de andere kant op. Bijvoorbeeld deze. Want hieruit krijg je als antwoord 5,6 meter. En dan zie je dus dat het aantal significante cijfers daar juist naar beneden gaat. Ja, dus optellen en aftrekken. Je kijkt naar het aantal cijfers achter de komma. Dan even een ander voorbeeld. Stel je voor, je hebt 120 meter afgelegd, 120 drie cijfers significant, en dat heb je in 10 seconden gedaan, dus twee cijfers significant. De vraag is eventjes van, hoeveel heb je dan in 1 seconde afgelegd? Nou,
niet optellen of aftrekken, maar dan deel je door elkaar. En ook hier is weer de vraag van, hoeveel significante cijfers is nu de uitkomst? Ik heb dus nu niet optellen of aftrekken, maar ik heb nu delen op elkaar. We delen op elkaar, kijk je niet naar het aantal cijfers achter de kolom, maar kijk je naar het aantal significante cijfers zelf. Ik heb eerst 3 cijfers significant en 2 cijfers significant. En voor de uitkomst moet je kijken naar het laagste cijfer significant. En dat is dus hier 2. Dus de uitkomst is 12 meter per seconde. Even een ander voorbeeldje. Ja, niet op elkaar delen, maar maal. Oké, ja, nou. Het is hoop ik duidelijk dat er 125,6 uitkomt. Maar we even kijken naar aan de significante cijfers. Je hebt hier 3, je hebt hier 2. Dus dit moet ook op 2 cijfers significant zijn. En ik heb hier 4. Nou, kijk, die 125,6 met 2 cijfers. Dus kun je een beetje denken van, god, dat moet naar de 130 toe. Hè? 1, 3 en daarna wat nullen. Dus je kan het schrijven als 1,3 maal 100. Nee, en die 1,3, dat zijn dan de 2 cijfers significant. En die 100, die kan ik schrijven als 10 tot de macht 2. Wat vaak gedaan met machten van 10, dat zul je in de natuurkunde wel vaker zien. En, ach, laten we meteen eventjes wat oefenen. Ja, machten van 10. Nou, een rijtje hier, zet er even achter wat 10 tot de macht 3 tot en met 10 tot de macht min 3 is. Goed. Nou, 10 tot de macht 3, dat is dus eigenlijk 3 keer een 10 met elkaar vermenigvuldigd. 10 keer 10 keer 10, dus 1000. En hetzelfde natuurlijk, 10 tot de macht 2, 10 keer 10. 10 tot de macht 1, en je ziet iedere keer gaat er een 10 af, maar dan hebben we 10 tot de macht 0. Wat wordt dat? Nou, kijk, je kunt natuurlijk overal er een 1 voor zetten. Nou, 1 keer iets blijft gewoon iets. En dan krijg je dus dat je hier 1 keer 10 doet. En hier 1 keer, en hier staat niks, maar hier staat natuurlijk ook geen 0. Dus het staat niet 1 keer 0, nee, hier staat gewoon 1. Oftewel, 10 tot de macht 0 is 1. Ja, als je dat bekijkt, dan zie je dus dat er iedere keer een 0 afgaat, of, leuker neergezet, iedere keer verschuift de komma 1 naar links toe. En dan kun je ook verder doortrekken met 10 tot de macht min 1, want als de komma 1 plek naar links schuift, dan wordt dat dus 0,1. En 10 tot de macht min 2 wordt, precies, 0,01, etcetera, etcetera. En als je vergelijkt 10 tot de macht min 3 en 10 tot de macht 3, dan heb je dus dat 10 tot de macht min 3 het omgekeerde is van 10 tot de macht min 3 of omgekeerd. Eventjes een oefening. Ja, deze 5 getallen, schrijf die eens in het aantal significante cijfers wat er achter staat. Oké, nou, 2 cijfers significant, dat is hetzelfde wat we zo net hadden. Ja, dus die is 1,3 keer 10 tot de macht 2. Je zou het natuurlijk ook schrijven als 0,13. Ja, beide antwoorden zijn in principe goed, maar deze gebruiken we het vaakst, want het getal ervoor wordt vaak geschreven als een getal tussen 1 en 10. Volgende, 4 cijfers significant, dus 3, 9, 2, 0. Maar let op, die 0 moet een 1 worden vanwege de afronding. Nou, en je kunt het schrijven als macht van 10, maar in dit geval zou het ook zonder macht van 10 kunnen natuurlijk. 3 cijfers significant, 1,00, de laatste 0 wordt echter een 1, weer vanwege de afronding. 2 cijfers significant, nou, die 2 en de 8, en de 8 blijft gewoon, want die 4 is niet hoog genoeg om te afronden. Dus je krijgt 0,0028 of met een macht van 10, maar nu is het nu 10 tot de macht min 3. 34 in 1 cijfer significant, dus alleen die 3 doet mee. En de 3 blijft een 3, want die 4 is weer niet hoog genoeg om af te ronden omhoog. Dus dit wordt dus 3 maal 10. 3 keer 10 tot de macht 1. Goed, we pakken even 2 getallen apart. En de bovenste, dat is een lengte bijvoorbeeld, en de onderste is een tijd. En die lengte en tijd, dat noemen we grootheden. Ja, dus lengte is een grootheid en tijd is een grootheid. En dan kun je je afvragen van, wat hoort erachter? Tje, wat zou het kunnen zijn? Nou, lengte, meters,
tijd, secondes. En dat zijn eenheden. Dus de grootheid ervoor, de eenheid erachter. En die eenheden, die staan ook allemaal weer keurig op een rijtje in Binas, je tabellenboek. Ja, helemaal aan het begin, nou bijna helemaal aan het begin, tabel 3a, daar staan de grootheden die het meest tegen zullen komen. Ja, verderop staan nog veel meer grootheden en eenheden, maar deze zijn het meest de basisgrootheden. En van het rijtje zullen de eerste vijf het vaakst in je schrift komen te staan. Ja, dus lengte, massa, tijd, stroomsterkte en temperatuur met eenheid meter, kilogram, seconde, ampère en Kelvin. Geen graad Celsius, Kelvin. Dus, en je ziet ook meteen dat er behalve een omschrijving ook de symbool bij is. En als je iets opschrijft, gebruik je het symbool. Dus L, let op, kleine letter L, is, en dan met de eenheid ook de M. We hebben dus basisgrootheden. En als je één tabel 4, en dan zie je dat er nog veel meer grootheden en eenheden zijn die in natuurkunde worden gebruikt. Als we hem bekijken, dan zie je zelfs dat er grootheden zijn en daar staat de eenheid een streepje. Dat betekent dat deze grootheden geen eenheid hebben. We noemen die ook wel dimensieloos. Als je nog even naar deze tabel kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld de meter verschillende keren voorkomt bij verschillende eenheden. Oftewel, verschillende grootheden kunnen best dezelfde eenheid hebben. En je hebt ook heel veel eenheden en die zijn opgebouwd uit andere eenheden. Ja, oftewel, het kan wezen dat ze opgebouwd zijn uit andere en er kunnen basis eenheden zijn, maar het hoeft niet. En we kijken even naar het laatste. Bijvoorbeeld de dichtheid. Dichtheid heb je in de derde klas gehad, althans, ik hoop van wel. En dichtheid is massa gedeeld door volume. In formulevorm krijg je dan dat rho, ja, dat tekent hier, dat is niet de P, maar het is rho, Griekse letter, is M gedeeld door V, massa gedeeld door volume. De eenheid van dichtheid kun je nu halen uit de formule. Maar de eenheid van dichtheid is dus dan de eenheid van massa gedeeld door eenheid van volume. In plaats van eenheid van, kunnen we dit ook noteren op deze wijze. De rechte haken betekent eenheid van. Nou, invullen krijg je dus dat de eenheid van dichtheid is kilogram per kubieke meter. Kilogram per kubieke meter, zoals het hier opgeschreven is, kun je ook opschrijven als kilogram maal meter tot de macht min 3. We hebben zo net al gezien van, 10 tot de macht min 3 is 1 gedeeld door 10 tot de macht 3. En zo kun je dus ook 1 gedeeld door m tot de macht 3 schrijven als m tot de macht min 3. En dan heb je alles mooi op één regeltje staan. Klopt dit? Nou, kijk maar eventjes naar tabel 4. En dan zie je dus inderdaad dat de kilogram per kubieke meter keurig achter de dichtheid staat. We gaan even verder met machten van 10. Ja, eventjes die vorige situatie weer, lengte en tijd. En je kunt in plaats van 10 tot de macht 3, kun je ook werken met voorvoegsels. En dan gaan we in tabel 2, allemaal redelijk vlak bij elkaar. Dan zie je dat daar de vermenigvuldigingsfactoren zijn. En die 10 tot de macht 3, ja, dat staat daar. En daar kun je dus voor zeggen kilo. Ja, vast wel eens tegengekomen. En 10 tot de macht min 3, daar is milli. Kleine letter m. Oftewel, je kunt daarvoor opschrijven, in plaats van 10 tot de macht 3 meter, kilometer. En in plaats van 10 tot de macht min 3 secondes, milliseconden. Let op dat je hier wel heel duidelijk een kleine letter m moet gebruiken. Want als je een hoofdletter m doet, kijk, dan krijg je deze. Dan krijg je dus niet een duizendste, maar dan krijg je een miljoen. En dat scheelt nog wel een beetje. Even met een rekenmachine. Reken eens uit. Ja, pak de rekenmachine en reken 50 keer 10 tot de macht 4 gedeeld door 25 keer 10 tot de macht min 2 uit. Okay. Heb je er misschien 200 uitgekregen? Dan is het fout. Je kan natuurlijk best het niet 200 hebben gekregen, maar dit is een vaak gemaakte fout. Namelijk, als je dat gewoon intypt zoals daar staat, en dan maak je gebruik van de toets 10 tot de macht nog wat. Kijk, 10
en dan deze tot de macht, dan moet je altijd, en let op dat je dat wel doet, haakjes eronder doen. Ja? Als je deelt door een macht, gebruik haakjes, want anders zul je die 10 tot de macht min 2 meestal niet goed verwerken. Maar als je met haakjes werkt, dan krijg je wel het juiste antwoord eruit. He, dan wordt het niet 200, maar dan komen er nog een keer 4 nullen bij. Ja? En dat komt door die min 2, he, die je daardoor 2 keer weer corrigeert. Of natuurlijk, nog mooier, 2 keer 10 tot de macht 6 met 2 cijfers significant, want 2 cijfers significant, 2 cijfers significant, dus de uitkomst ook 2 cijfers significant. Nou, en je weet het, misschien hebben we geen reclame nodig, maar natuurkunde is altijd significant beter. Bedankt voor je aandacht en tot ziens.